Ricardo Salvio is 39 jaar en werkt als wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van Rome. Eerder deed hij een paar jaar ervaring op in Nederland, keerde terug naar Italië, maar overweegt nu opnieuw het land te verlaten. È possibile che prenda questa in considerazione questa opportunità anche di andare all'estero oppure cambiare mestiere, spero di no. Salvio is een van de ruim 3000 Italiaanse onderzoekers die jaarlijks hun heil in het buitenland zoeken. Vooral Engeland, Zwitserland en Nederland zijn populair. De belangrijkste redenen van vertrek? Een grotere kans op werk en op meer geld. Dal punto di vista degli stipendi c'è decisamente potrei dire un 60% in più della retribuzione. De afgelopen jaren vertrokken er 13% meer hoogopgeleide Italianen dan dat er buitenlanders naar Italië kwamen om te studeren of om onderzoek te doen. Vooral bij de exacte vakken is er sprake van een leegloop. Penso di andarmene in realtà. A Londra se posso. Io vorrei trasferirmi in Germania e cercare un futuro là. Steeds meer Europese jongeren studeren of werken een tijdje in het buitenland. Een goede manier om ervaring op te doen. Maar Italiaanse jongeren komen niet meer terug. Deze brain drain kost de Italiaanse overheid gemiddeld zo'n 300 miljoen euro per jaar. De regering Renzi doet pogingen om die leegloop tegen te gaan. Maar de terugkeerprogramma's slaan niet erg aan. De lokroep van een goede baan in het buitenland is te groot. Molte famiglie italiane con grandi sacrifici preferiscono mandare i loro ragazzi all'estero a studiare, perché all'estero le università sono più agganciate al mondo del lavoro. Serve, si dice, un piano decennale almeno per la ricerca, cioè che si stabiliscano delle normative stabili innanzitutto, un apporto di risorse economiche adeguato per sostituire le persone che in questo momento stanno andando in pensione.